Goedemiddag Wout, goedemiddag. Goedemiddag Willy. Je ziet er gelukkig uit. Ja, ik ben niet ongelukkig. Derby. Nooit verwacht dat je ooit in Derby zo dingen zou gaan doen? Ik persoonlijk ook niet, moet ik zeggen. Dat is ook helemaal heel toevallig gegaan. Gestopt met mijn restaurants in Frankrijk. Die pop-up restaurants gedaan in Antwerpen. En dan, Mark heeft me dan... Koeken? Ja. Heeft me dan gecontacteerd en zei van, allee Wout, we gaan samen iets doen, we moeten iets doen. Omdat ik ook veel privé voor hem kookte en zo. En dan zei hij van, kijk, zegt hem, we zouden eens een project samen moeten doen. Ik heb een adventurepark gekocht, ik heb er zelfs twee gekocht in Derby. Ik kende Derby. Ik zeg, ja, ik ken Derby wel, van naam. Ik ben ooit één keer in de Sanglier des Ardennes komen eten, dat was ook alles. Maar voor de rest ken ik dat niet. Hij zegt hem, kijk, zegt hem, we gaan zo'n park beginnen en daar horen hotels en restaurants bij. En ik zou graag hebben dat, ik heb iemand nodig, leg jij voor dat te leiden, die hotels en de restaurants zo mee moeten doen met ons. Om dat in de goede banen te leiden, dat zou een topproject zijn. Toen heb ik er even over nagedacht, want ik dacht natuurlijk, ja, Derby en Ardennen, wat moet ik daar gaan doen? Nee, daar is nog niet veel te zien. We hebben dan eerst het eerste hotel gekocht, dan de Jean de Bohème en dan daarna de Sanglier des Ardennes natuurlijk. Het fameus bekend restaurant en hotel dat het bekendste eigenlijk in de Ardennen eigenlijk. Sanglier des Ardennes, iedereen kent Sanglier des Ardennes in Vlaanderen die een beetje, we moeten zeggen, die een klein beetje van gastronomie hield of houdt, was ooit al in de Sanglier des Ardennes geweest. In elk geval, vooral om wild te eten doen in de tijd, was dat zeer gereputeerd. En dan ja, Mark koopt dat en dan, ja, en dan ben ik aan de slag gegaan natuurlijk. En dan hebben we het een en het ander uit ons mouw getoverd, moet ik zeggen. En dat is natuurlijk, we zijn nog stil aan bezig, want het is een huge project. Maar het gaat geweldig goed. Hoe gaat die samenwerking? Laat u een beetje vrij in wat u doet? Ja, Mark laat mij volledig vrij. Hij is, op dat vlak, hij zegt ieder zijn branche, ieder zijn job. Wout, dat is uw tak. Ja. Je doet dat gelijk dat je dat kunt. En laat mij maar rekenen. Ik denk nog aan uw tijd van de Groene Poorten. Mm-hmm. Ja. Dan ga je naar Bretagne. Ja. En dan naar het zuiden van Frankrijk. Mm-hmm. Hoe is die loopbaan? Is dat makkelijk allemaal gegaan? Goh, niets is makkelijk, hè. Maar niets is makkelijk. Maar ik denk waar een wil is een weg, zoals men zegt. En dat klopt ook, die spreuk. Of dat gezegde, dat klopt gewoon. Het is nooit niet altijd zonder bloed en tranen geweest. Of zweet en tranen geweest. Bloed nu niet, maar zweet en tranen geweest. Maar, maar als je daar inderdaad 100% achter staat, lukt het meestal wel. Hè? Ja. Zeg, als je, daar, je moet natuurlijk ook iets kunnen. Natuurlijk, hè, de juiste, maar als je de juiste vibes hebt, en trek je ook de juiste mensen aan. En dan lukt zoiets wel. Ja, er zijn veel mensen die ook school gevolgd hebben in Groene Poorten. Die daar niet gekomen zijn. Of minder naam gemaakt hebben. Natuurlijk, dat flamboyante nu heeft niet iedereen. Heeft dat een beetje geholpen? Ik denk dat dat waarschijnlijk zal wel een klein beetje helpen, zeker. Ja. Maar ja, ik ben mezelf, hè. Ik ben wie dat ik ben. En zo ben ik in mijn vak, zo ben ik in mijn doen, zo ben ik in mijn keuken. Zo ben ik altijd en tegen iedereen geweest. Ik speel geen rol, ik heb er ook geen goesting om de rol te spelen. In mijn keuken ook niet. Ik kook hetgeen dat ik graag kook. Wat ik persoonlijk lekker vind, dat presenteer ik en dat geef ik aan mijn klanten. Ik ga geen rode lijn trekken op een bord, omdat er in Tokio of dat er in Noorwegen of weet ik waar een rode lijn wordt getrokken. Ik heb er geen boodschap aan. Wat zijn uw sterke punten in het koken, wat een ander niet heeft? Mijn sterke punten zijn gewoon alles op smaak. Smaak, smaak. Vers, seizoensgebonden en op smaak. Dat is voor mij het, wat heel belangrijk is. Ik heb geen boodschap aan een Instagram bordje. Dat je kunt delen van, oh amai, hoe origineel, hoe mooi is dat. En als je het op eet, dat op niks trekt, dat heeft geen boodschap. Ik wil zeggen, de harmonie in een bord. In een bord moeten 4-5 ingrediënten liggen, maar het moet de juiste match hebben, de juiste smaak hebben. En al wat er rond hangt, hè, dat is allemaal, dat is leuk, dat is mooi. Maar een mens komt op een restaurant voor het lekker te eten. En wat onthoudt je mens als ze buiten gaan? Amai, dat was lekker. Dat was in het begin dat mooie bordje. Die Instagram, dat onthouden ze natuurlijk ook wel. Hè? Dat is natuurlijk ook heel populair nu. Niet dat dat niet belangrijk is. Uiteraard, het oog mag ook wel iets. Maar ik denk dat hetgeen aan de mensen vooral onthoudt is, amai, ik heb dat lekker gegeten en ik kom met plezier terug. En dat is de boodschap die wij willen geven. Dat is zo. Ik ken hem nog in Saint-Paul-de-Vence, een aantal jaren terug. Bij Guy Pieters, toen werd hij 60 jaar. U mocht daar de gasten verwennen met uw topkeuken. En u bracht ons daar een klein tomaatje. Heel klein tomaatje, kersttomaatje. En dat was een bom in uw mond ontploffen. Is dat lang proberen om zoiets te vinden? Ik weet dat niet. Ik kan daar moeilijk op antwoorden. Lang nee. Soms wel, soms niet. Maar ik ben er ook niet echt expliciet mee bezig. Ik denk aan een hoofdingrediënt. Ik bouw daar rond.
En als je dat opeet, je moet, wat moet in stand houden? Het hoofdingrediënt moet smaken. Dat moet smaken. En wat hoort daarbij? Iets, zoiets krachtigs dat je zegt van wauw, explosie altijd. Elk gerechtje dat je proeft, daar is de brusserie ook op gebaseerd. Dat staan 26 of 30 gerechtjes op. Dat zijn alle 36, of alle 30, sorry, verschillend van smaak. Maar dat moeten allemaal smaakbommetjes zijn. En het hoofdingrediënt moet gerespecteerd worden. En dat is voor mij kapitaal belang. Ja. Ik heb geen boodschap met iemand die mij een langoustine geeft, die niet meer een langoustine spraakt en die er geen, ik weet niet waar ontbouwt, en mooie torentjes ontbouwt en schaampjes op spuit. Boeit me niet. Ik wil zeggen, die langoustine moet lekker zijn en die moet goed gebakken zijn. Ja, drie restaurants hier in Derby. Drie restaurants. Wat is uw lievelingsrestaurantje dan? Drie totaal verschillende restaurants en er komt in de toekomst nog een vierde restaurant, er zullen er nog komen. Maar ze moeten allemaal totaal verschillend zijn, dat is heel belangrijk. De brusseries en gastronomische tapas, dat is wel een beetje mijn paradepaardje, dat is wel zo. Gebeurt. En dat is dat binnen de brasserie gebeurt eigenlijk. En dan heb je het gastronomische restaurant dat momenteel niet open is door de corona. Maar sowieso in de toekomst terug opnieuw zal opengaan. En dan hebben we natuurlijk de Wagyu's, een grillrestaurant waar vooral heel veel vleessoorten op de grill, dus minuut gebakken worden met allerlei garnituren en sharing. Garnituren die mensen kunnen sharen en delen en proeven natuurlijk dat hun vlees of hun vis die gegrild is op de oven vergezeld. Ja, komen er veel mensen uit verschillende streken hier in Derby bij u eten? We komen van her en der, van overal en daar zijn we heel dankbaar voor. Heel dankbaar voor dat de mensen speciaal, want dat vind ik ook heel belangrijk, dat zeg ik altijd tegen mijn mensen. Je moet niet onderschatten, mensen komen naar hier gereden, rijden 200, 400, 500 kilometer soms naar gelang was in Vlaanderen, heen en terug spreek ik wel. Komen hier vertoeven, die moeten hier een goed moment hebben. Die komen naar hier, die moeten niet alleen naar hier komen om uit nieuwsgierigheid, die moeten naar hier komen en die moeten lekker eten, lekker drinken, die moeten genieten en die moeten vertrekken in hun auto en zeggen ik kom daar terug. En dat is ons boodschap die wij willen brengen. Ja, en gelukt? En dat is tot nu toe gelukt, lukt dat zeer goed, ja. We zijn nu donderdag, hè, en ik loop het restaurant binnen van de La Brusserie hier binnen, stampvol. Stampvol, ja, dat is alle dagen zo, ja. Ja, het is wel een eindje rij, van Roermond tot hier toe. Wanneer bent u hier precies? Ik ben hier 5 dagen per week. Woensdag tot zondag. Ja. En de trip van Antwerpen dan? De trip van Antwerpen, want ik woon nog altijd steeds in Antwerpen. Maar ik woon natuurlijk ook wel 5 dagen per week hier in Derby. En mist uw kleintje het dan niet? Ja, maar het kleintje komt in het weekend naar hier. Dus, en ik ben meestal maandag, dinsdag ook nog eens in Antwerpen. Dus het is niet, we zien elkaar zeker 4 dagen of 5 dagen per week. Dus dat is niet... Ja, en een nieuwe papa, hè? Dat doet deugd allicht. Absoluut, dat doet heel veel deugd. Dat omschrijven, dat gevoel? Oh, dat is moeilijk te omschrijven. Ik had nooit gedacht dat ik er zoveel plezier van zou hebben. Eerst. Het is, ik vind het... ik beleef het anders, ik ga het zo zeggen. En het lukt met andere kinderen ook zo? Dat is toch top? Oh, tuurlijk. En mijn kinderen blijven mijn kinderen en dat blijven mijn oogappels. En die zou ik altijd doodgraag blijven zien, uiteraard. En die weten dat maar al te goed. Je neemt je naar Egalière? Ik ben er toevallig nog eens 3 weken geleden geweest in Egalière, ja, mooi gepasseerd en zo. Ook nog mijn kinderen gaan zien en zo. En naar thuis, naar mijn huis ook, want ik heb nog een huis natuurlijk daar. En hoe dat er allemaal verloopt. En inderdaad, het was heel leuk. Egalière was niet veranderd. Integendeel, het was nog drukker geworden dan daarvoor. Ja, het was echt heel, heel leuk om daar nog eens te vertoeven. Want het blijft een prachtig dorp, het blijft een prachtige streek. En ik zal blijven gaan naar Egalière sowieso. En of ik nu nostalgie heb naar daar, ja... Oh, met momenten als het goed weer is, maar het is hier in België ook meer en meer goed weer. Egalière is iets speciaals en dat blijft iets speciaals en dat zal altijd speciaal blijven in mijn leven. Egalière heeft heel veel in mijn leven bepaald, absoluut. De stempel geweest van heel veel zaken of projecten daarna, achteraf. Een afgeleide zelfs voor hier nu, sowieso. En ik heb daar natuurlijk een buitengewoon cliënteel gehad. Fantastische mensen die er over de vloer zijn geweest. Allee, iedereen is fantastisch, elke klant uiteraard. Maar ik heb daar enorm veel persoonlijkheden gehad. Van over heel de wereld. Verschillende keren. Mensen zijn blijven komen naar daar. En dat is echt fantastisch gewoon. Dus, U bent ook een bekende tv-kop nu eigenlijk toch? Hè? Ja. VTM is terug bezig met een nieuw programma rond jou. Wat is dat? Wat is dat? Mag je dat al zeggen? Het nieuwe programma, dat is Snackmakers, ja, dat komt binnenkort op antenne. Ik ben een van de makers van de snacks dan. Ja, inderdaad. Ik lach er al bij, want het is inderdaad niet zo evident. Hoe voelt dat aan om bekend te zijn? In de boeks gestaan?
In de boekjes staan we liever niet zo heel veel, moet ik zeggen. Maar, nee, bekend. Oh, oké, wat is bekend zijn? Het is, ik wil zeggen, ik beleef het zoals iets heel normaals. Ik heb daar nu ondertussen geen andere bedoelingen mee of andere gedachten mee. Of ik ga me niet anders gaan gedragen door dit. Mooi meegenomen? Dat is mooi meegenomen, dat is leuk. Ik vind het leuk dat mensen je herkennen en dat mensen respect hebben en u appreciëren. Dat is het voornaamste en dat is wederzijds. Dat is gewoon zo. Is het anders in Wallonië dan in Vlaanderen? Niet bekend, hè? Dat is anders, maar ja, in Wallonië beginnen ze mij ondertussen ook al natuurlijk een beetje te kennen. Hè. Als je zo'n project met Mark kunt neerzetten, dan kom je automatisch ook wel een beetje in de kijker, moet ik zeggen. Ja, als je niet moet koken, heeft er nog zin om andere dingen te gaan doen? Wat doet u dan graag? Sinds kort ben ik beginnen golven. Ah ja? Heel leuk, ja. En waar doe je in Laten? Nee, hier bij ons in Derby, we hebben een eigen golf. En ik had nooit verwacht dat golven zo leuk en zo intens zou zijn. Dat is echt geweldig. Ja, ik heb er altijd een beeld van golven vroeger. Wow, golven, nee, dat is toch geen sport? Of dat is... Je hebt dan een eigen caddy ondertussen? Ik heb een eigen caddy. Ja, we hebben caddy staan uiteraard. Maar ik heb ook een karretje natuurlijk, hè, om te voeten. Ja. Af en toe moet er ook bewogen worden. In Dardenne, we moeten ook sport doen, we moeten ook bewegen. Van de natuur genieten, ook belangrijk. Ik denk dat we als gezondheid ook moeten denken dat dat ook niet onbelangrijk is. Het is niet alleen... Jonge gast, hè? Ik ben nog altijd een jonge gast. Ik ben blij dat je het zegt. Ik voel me ook nog een jonge gast. En jonge vrouwen ook nu jong, hè? En een jonge vrouw, absoluut. En ik voel me nog altijd 25, wijze van spreken. Dus ik voel me heel goed. Dus. Stel nu dat ze u bellen, belangrijk figuur, en die zegt, Wout, kom koken bij mij. Doet u dat nog? Goh, ik ben bij heel goede klanten, waar ik vroeger in Rusland en zo zou koken, ja, dat zou ik nog overwegen, maar ik zou wel mezelf mijn eigen datum stellen, dat wel. Het is niet, dat is wel belangrijk. Ons project gaat hier voor alles sowieso en ik heb eigenlijk wel meer dan mijn handen vol. En je ziet dat trouwens ook, wat er nog allemaal te doen is en wat er allemaal is van zaken. Er is echt wel veel werk. Dus, Straks gaat het hotel open? Dat ook, ja. Ons nieuw hotel, een prachtig hotel, 5-sterren hotel. Het zou ook ook iets unieks zijn. Gaat u ook de keuken doen? Daar gaan we ook de keuken doen, uiteraard. Ja, een beetje werk bij. Klein beetje werk bij, kwestie van organisatie. Ja. U stuurt me daarnet een berichtje, ik heb niet veel tijd. Wat staat er nog te doen voor jou vandaag? Ik heb morgen nog een promotiefilmpje voor te bereiden met bepaalde bekende mensen. Op de golf en ik moet daar zo snel mogelijk naartoe. Ik heb de afspraak om die setting te bekijken, dus ik moet me echt wel haasten. Ja, Wout, ik wil u bedanken. Jij bent bedankt om naar hier te komen. Hartelijk dank je, tot ziens.